Omdat ik het heel belangrijk vind dat er meer representatie komt wat betreft vrouwelijke hoofdrolpersonages. For women to talk about certain things, oh my goodness. It's very difficult. Ik geloof in het delen van verhalen over vrouwen en van vrouwen. Van vrouwen over de hele wereld andere perspectieven te tonen en te laten zien waar verschil gemaakt kan worden. Dat we die verhalen moeten blijven vertellen en met elkaar moeten blijven delen, omdat het onze wereld blijft verrijken. Wat me opviel ook, was dat vrouwen in de media altijd beoordeeld worden of aangesproken worden op hun uiterlijk. The thing that really struck me and how they really captured it well is how when everything goes wrong, they blame it on women. Everything is a woman's fault. Ik wil zijn zoals Liana, of ik ben Liana. En dat vond ik zo mooi, omdat ik dacht, ja, dit is zo belangrijk, die representatie. Dat je ziet dat ook een meisje zo sterk kan zijn. Het gaat over anders zijn. Over je hooghouden in een mannenwereld. Ze is rapper. Ze moest zich echt er doorheen vechten. Zij heeft wetten veranderd, zeg maar. Ja, zij heeft echt het leven van vrouwen echt enorm verbeterd. Of ja, dat is echt nog zacht uitgedrukt. Als je dan ook nog onafhankelijk journalist bent en nieuws brengt, wat de autoriteiten niet per se naar buiten willen brengen, ja, hoe zij zich niet neerleggen bij hun lot, dat vind ik ontzettend inspirerend. Each one of us has a dream. It's our desires or our dreams versus what life has to offer to us. Ik had wel echt tranen in mijn ogen, dat ik echt dacht, ik herkende zoveel dingen uit mezelf in haar. Het verschil maken, daar gaat het om. En dat als je daardoor laat inspireren, dan is er ook heel veel mogelijk in je eigen omgeving. A woman can have the same rights as a man. A woman can actually be behind that camera. It shouldn't be a man behind. Mannen moeten daar iets aan gaan doen. Ze moeten dat wel heel serieus gaan nemen en ook met elkaar het gesprek aangaan daarover. If we don't have men with us in this movement, man, we need you, we need you. Her laat die vrouwen spreken, geeft die vrouw een stem en laat ook zien wat voor verandering er mogelijk is als je volledig ergens in gelooft en ergens voor strijdt. So it's a must watch. It is a must watch.